Paul, gefeliciteerd. Ja, dit zijn hele mooie punten. Over het spel zou je niet tevreden zijn. Ik denk dat deze was het alleen maar de punten gaat tellen. Nou ja, ik ben eigenlijk niet zo heel tevreden. Ik ben blij met de punten natuurlijk. Maar als ik kijk naar het spel, dan vind ik dat het veel beter moet. Willen we in de derde klasse mee kunnen. Dus daar zit een kritische noot. Maar goed, ja, je wint van een concurrent, dat is lekker. Wat is dan de meest kritische noot die je dan over vanmiddag wil loslaten over het spel? Ja, dat we de bal niet hebben laten lopen. Dat we daardoor in de strijd komen. En gelukkig winnen we ook op laatst wel de strijd. Maar dan maak je het je moeilijk. En de bal moet gewoon makkelijker in de ploegrond gaan. Wil je een rol van betekenis spelen in de derde klasse? Was het dan dat jullie af en toe elkaar moeilijk konden vinden? Nee, ik denk dat... Of te veel verstopte? Nee, ik denk dat we te weinig in beweging waren. De bal niet vast konden houden op een of andere manier. Daar zat het probleem. En we moeten eens goed nadenken wat de oplossing is met de ploeg. De 2-1, of de doelpunt dat je tegenkreeg. Foutje van Gregory, hè? Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want als je goed oplet, dan zie je dat Schreuder die krijgt de bal. En die speelt hem op de linkerbeen van Gregory. En daarmee brengt hij zijn keeper eigenlijk in de problemen. Dus natuurlijk moet Gregory hem beter verwerken. Maar de paas naar hem toe was ook niet goed. Je begon het trouwens heel snel, moest je al een wissel toepassen? Ja, Schreurs. En misschien is dat ook wel een reden dat we niet zo heel goed gespeeld hebben. Want dat is een hele belangrijke pion voor ons achterin. Maar ik vind dat de mensen, Martijn Schreuder en Aaron, hebben het goed ingevuld. Want Martijn die maakt een hele goede invalbeurt. Hij kon gelijk rechts goed opzetten. En waar Roy Moornis een goede kans kreeg. Ja, je hebt goed opgelet. Want voor hetzelfde geld, dat was eigenlijk onze eerste kans. Martijn heeft die diepgang natuurlijk. Dus daar hadden we hem ook voor meegenomen. Dan wat anders. Er wordt al bij heel veel verenigingen gesproken over volgend seizoen. Hoe is het bij jou hier bij Florian? Nou, ik richt me eerst op de eerste seizoenshelft. En wij gaan in december zitten en dan gaan we kijken wat eruit komt, joh. Nou ja, maar er wordt bij heel veel verenigingen al over gesproken. Dus ik denk, nou, ben benieuwd wat Paul er gaat doen. Ja, nou ja, weet je, het gaat... Je weet het met een pika nooit, hè? Nee, dat klopt. En het is een mooie club. We hebben het volgens mij allebei naar ons zin. De spelers moeten daar ook nog een deel in nemen. En dat zien we wel wat eruit komt. Maar de stap naar de eerste periode is vandaag in ieder geval is een heel flinke stap. Ja, ik moet je zeggen, we hebben 4 wedstrijden. En van die 4 wedstrijden moeten we er 3 winnen. En als je kijkt naar de tegenstanders die we krijgen. GSV is nog een hele goede ploeg. De anderen zijn ook goed hoor. Maar daar zouden we van moeten kunnen winnen.